Wat begint in een rustige demonstratie, eindigt later in dit. De demonstranten zijn op weg naar station Hollandspoor en willen een politielinie doorbreken. Ze worden tegengehouden door de politie en er vallen rakenklappen. Volgens de politie wordt er met stokken op agenten ingeslagen. Eerder op de dag wordt er nog onschuldig met krijt op het spui geschreven. Richie is vermoord en ik vind gewoon dat moet consequenties hebben. En die agent die moet gewoon gestraft worden. Maar godverdomme, we hebben het over een mensenleven, weet je. Die jongen is maar 17 geworden, die heeft een moeder, die heeft vrienden, die heeft familie. Die mensen die missen die jongen. Wij staan hier vandaag om het aftreden eigenlijk van zowel de burgemeester van Aartsen als de verantwoordelijke politiechef te eisen. Waarom? Dit vanwege het stelselmatig racisme en politiegeweld dat plaatsvindt in het Korps Den Haag. Als de demonstratie later escaleert, neemt de politie 3 verdachten mee naar het bureau.